Want toen weigerde die hand te schudden. Toen zei hij, hij mag niet van mijn geloof. Toen dacht van, wat kinderachtig gedoe, joh. Wat verschrikkelijk kinderachtig gedoe, joh. Dat meen ik echt serieus. Ik heb vaak met dat soort mensen heb ik vaak. Ik heb nog nooit zo'n podium aan als hier, echt hoor. Als ik dit vertel in Twente, waar je speelt, in de Achterhoek, hadden ze een podium, ja, wat tikken hadden. Dat was zo verschrikkelijk professioneel opgezet. Ik wist niet wat ik zag, het publiek ook niet. Jeetje. Dank je wel. Maar goed, ik had voor het eerste stukje heb ik wel met een Marokkaan gepraat. En die Marokkaan die kwam weer bij mij en die zei, André, ik zei, wat is er? André, ik wil nog iets zeggen. Ik zeg maar, zeg maar. André, ik wil nog iets zeggen. Ja, ik zeg, zeg maar. André, ja. André, ik wil nog iets zeggen. Ja, zeg maar. Over die aanslag. Oké, wat wil je zeggen? Over die aanslag met die vrachtauto. Ik zeg, welke? Oh ja. Ja, we zijn niet heel origineel, hè? Nee, dat zijn jullie niet. Maar ik wil even zeggen, die aanslag met die vrachtauto in Nice. Ik zeg, wat wil je zeggen dan? Ik wil even zeggen, die aanslag met die moslim in die vrachtauto in Nice. Ik wil even zeggen, die moslim met die vrachtwagen in Nice, die moslim had niks te maken met islam. Ik zeg, wat? Nou, die moslim met die aanslag met die vrachtauto in Nice. Ik wil even zeggen, die moslim met die vrachtauto in Nice, die moslim had niks te maken met islam. Ik zeg, wat is dit nou weer? Satire!